Hallo mensen, hier nog even een kort verklaring over de bladblazer. Ja, soms hè, dan heb je zulke dingen die starten direct en dan heb je zo'n klein motortje die eigenlijk alleen maar vonkt. En genoeg brandstof krijgt, want ik trok net de inlater af en dan zie ik dat vol met brandstof. Dus ik ben bang dat de compressie gewoon op is, zeg maar. Dus dan zijn de zuigerveren op. Dus ik ga nou even de kop trekken. En dan gaan we daar gewoon even naar kijken. Ja, kleine en grote motoren zijn eigenlijk hetzelfde. Dus het probleem kan ook hetzelfde zijn. Kijk. Nou, hier hebben we de koppakking. Deze leggen we eventjes. Zo, dan leg ik hem even hier neer. Zo. Dan ga ik hem helemaal even merken, wat de uitlaat is. Uit. Inlaat. Zo. Nou. Hier hebben we dus het cilindertje zitten, hè. Ja. Oh, ik zie het probleem al. Het probleem is dat de zuiger kapot is. Daar is hij. Dus dan krijg je dan. Dus dat gaat gewoon niet goed. Hier zie je dat. Daar is de wang nog. Het schort nog heel mooi. En die is gewoon helemaal, schort helemaal afgebroken. Dus daar zouden we een nieuwe zuiger op moeten. En dan denk ik dat we heel eind zijn. Maar ja, ik weet niet of dat nog de moeite is voor de persoon die hem weer terug wil hebben. Want dan moeten we ook nieuwe pakkingsetjes bestellen. Maar We hebben nou het probleem gevonden waarom we dus niet meer start. Dus mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende.